Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft 5 maanden uitgetrokken voor het opzetten van een Nationaal Instituut Studiebeurzen. Minister Robert Pernu heeft de vorige week een commissie ingesteld die dit moet bewerkstelligen. Dit meldt het ministerie in een persbericht. De voorzitter van de commissie is Ulrich Rogers, die beleidsadviseur is op het ministerie. De werkgroep heeft onder andere als taak om het aanbod en de benutting van studiebeurzen bij te houden en te inventariseren. Daarnaast moet er een evaluatie gemaakt worden van het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten. Volgens de minister duurt de aanvraagprocedure van beurzen nu veel te lang, waardoor studenten vaak de deadline missen. De commissie bestaat uit deskundigen van de verschillende ministeries. Ook vertegenwoordigers van de Anton de Kom Universiteit, het Instituut voor de Opleiding van Leraren en de Nationale Ontwikkelingsbank maken deel uit van de commissie.